Mike. Hé, hey, mag ik je? Oh, sorry. We gaan vandaag de straat op in Almelo om de jongeren te vragen over hun schermtijd. Laten we gaan. Hoe zit het met jouw schermtijd? Ik krijg 5 uur per dag en dat maak ik altijd wel een beetje op. Ja, is best wel hoog. Wat is hoog? Ja, ik denk wel 7 uur per dag of zo. Nou, volgens mij wel goed. En wat is goed? Hoeveel moeten we aan denken? Ik heb geen idee. Kunt u eens kijken? Ik wil wel even kijken. Hopelijk niet te veel. Ik denk tussen de 6 en 10. Nou, dan houdt het op. Ik zie nu 2 uur staan. Waar denk je dat je dat, die 2 uur vandaag hebt aan besteed? Nou, ik denk aan TikTok. TikTok. Ja, TikTok. Dat antwoord hebben we al vaker gehoord. Hoeveel uur gaat dan naar TikTok? 4, 5 wel, denk ik. Ik zit het meest op TikTok en YouTube. Of TikTok of YouTube, zoiets. Ja, natuurlijk Netflix. Ja, gewoon met vrienden kletsen, zo Snapchat, een beetje video's maken. Ja, vooral alles en nog wat, denk ik wel. Normaal horen we nu TikTok, maar dat is bij jou niet het geval? Ja, natuurlijk ook wel. Ja, allebei wel. Ik denk ook wel dansfilmpjes maken. Ja, van alles wel. Jij gaat naar de middelbare school, toch? Daar is een telefoon tegenwoordig verboden, toch? Ja, deels. Ik mag hem wel in de pauze nog. Speciaal onderwijs. Oh. Dus ik zit in de taxi, dus dan ga ik op de taxi, zit ik op de telefoon. Ja, het is nog niet ingevoerd nu, maar na de vakantie volgens mij wel. En dan moet je volgens mij in je kluisje. Ja, volgens mij ook. En mag je het dan wel in de pauze gebruiken of? Dat weet ik niet, dat horen we vanzelf.